computer. Yes, Luca. Thanks dat je tijd hebt gemaakt. We hebben natuurlijk net even Tuurlijk. business doorgenomen. Ja, ik wilde gewoon even vragen van, hey, we kennen elkaar nu al bijna een jaar, denk ik. Waarom je überhaupt bij mij was begonnen en een beetje achtergrondinformatie over jezelf, als je dat kan vertellen. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben vooral begonnen omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. Dus dat is vooral reden nummer één. En ja, ik merkte dat school is natuurlijk interessant en natuurlijk goed voor je algemene ontwikkeling. Maar op een gegeven moment merk je ook wel dat voor mij dan daar niet per se de toekomst lag. En ik vond dit gewoon heel interessant om te doen. En toen ben ik jou tegengekomen via Facebook. Zo doorgegroeid, wat overleg gehad en zo ben ik er een beetje ingerold. En nu zijn we een aantal maanden bezig. En ik vind het alleen maar leuker worden. Het is een avontuur. En ja, dat is ook de reden waarom ik natuurlijk vooral doorga. Ja, man. Dus Ja, dat eigenlijk. super goed om te horen. Want ja, welk probleem had je eigenlijk voordat je mijn hulp had ingeschakeld? Je had volgens mij ook via Amazon nog wat gecheckt voordat je bij mij kwam. Ja, natuurlijk in het begin wil je zelf wat dingen proberen. Je kijkt op YouTube heel veel video's en zo. En dan denk je dat je natuurlijk alles zelf kan in het begin. Ja. Maar op een gegeven moment merk je wel van, je gaat tegen dingen aanlopen, weet je wel. En dan denk je van, shit, werkt toch niet en zo. En dan ga je toch verder kijken. En dan merk je dat een mentor toch wel echt bijna een must is om sowieso de beginfase door te komen en even die eerste stappen te nemen. Ja. En ja, dat was vooral de reden dat ik dan naar jou kwam. Want ik zag alleen maar goede verhalen bij jou en veel omzet gedraaid natuurlijk. En dat merkte ik ook zelf bij mij in de eerste maanden. Dat ging Ja. ook best hard, dus ja. Ja, want hoe vond je onze samenwerking gaan? We hebben natuurlijk bijna ja, een aantal maanden, ik denk bijna wel 6 maanden of zo coaching toe gedaan. Hoe vond je dat? Ja, we hebben gewoon elke week gepraat natuurlijk via gewoon WhatsApp en sowieso. En we hebben ook elke week een call gedaan. Groepscall had je af en toe en ook gewoon persoonlijk één op één. Dus dat vooral. En dat heeft natuurlijk geholpen. Want je gewoon je vragen stellen natuurlijk. En je kon helpen bij alles in principe. Dus dat Oké. vooral. Nice. Ja, en welke resultaten had het je opgeleverd in de eerste paar maanden bijvoorbeeld? De eerste 1,5 maand ging bij mij wel een van de hardste, denk ik. Dus 2 maanden. En toen heb ik op Bol had ik 12,5 gedraaid, dacht ik. 12,5k omzet. In de Oké, eerste nice. 1,5, 2 maanden. Daarna loop je weer tegen dingen aan natuurlijk en zo. En nu ja, gaat het ook weer natuurlijk weer een stuk beter. Ja. Maar de eerste 2 maanden waren natuurlijk voor mij de beste maanden. Ja, dus eigenlijk vanaf 0 naar 12,5K. Super mooi resultaat. Alleen toen ging het even wat minder ook met Bol die je store had gesloten, die je nu weer terug hebt. Kun je daar iets meer over vertellen met die ups en downs die je had Ja, meegemaakt? tuurlijk. Je komt natuurlijk heel veel ups en downs tegen. En dat is natuurlijk het mooie, want daar leer je van. En het is ook belangrijk dat je ervan leert natuurlijk. Maar ja, ik kwam dus een beetje in het probleem met Bol, waardoor mijn Bol-store was gesloten voor even. Nou, had ik wat contact gehad met Bol en uiteindelijk is alles goed gegaan. En toen is mijn store weer geopend. Dus we zijn weer sinds een paar weken actief weer. En de omzetten draaien weer. Dus het gaat weer hartstikke lekker nu. Maar Ja, ja, je bent natuurlijk. inderdaad terug. Ja, ik ben weer terug en natuurlijk. Naar ups komen ook weer downs. En naar downs komen weer ups. Dus het gaat weer goed. Ja, zo is het leven, man. Wat betekenen die resultaten voor je, zoals die 12,5K bijvoorbeeld in de eerste 2 maanden vanaf nul? Kan best wel hoog klinken voor sommigen die dan nog nooit zijn begonnen. Ja, tuurlijk in het begin. Je hebt 0 euro. Je begint met niks eigenlijk in principe. En opeens in de eerste 1,5, 2 maanden heb je 12,5. Dus dat is natuurlijk sowieso. Gaat een andere wereld voor je open, zeg maar, snap je? En dan voor je gevoel begint het pas, snap je? Dat is pas het begin van het hele avontuur. En het begint alleen maar leuker te worden. Het is gewoon een game waar je in zit. En je komt steeds een level hoger. En ja, hoe hoger je komt, hoe leuker het wordt. En ja, ik heb er alleen maar meer zin in gekregen. Dus Ja, man. dat Dus vooral. vorig jaar was eigenlijk het jaar dat je begonnen bent met online ondernemen, echt. En Ja. e-commerce en verkoop op Bol, Amazon, et cetera. Wat zijn een beetje je plannen voor 2024? Ja, 2024 is natuurlijk net begonnen. Ja, sowieso blij dat mijn store weer open is gegaan. Dus voor nu is het sowieso weer even die omzet draaien. Richting de 10k per maand. Omzet sowieso weer. En dan natuurlijk met merken, met brands werken. En ja, natuurlijk door te groeien met meer producten. En ja, vooral dat eigenlijk.
Nice man. Ja, en welke dingen heb je allemaal van mij geleerd in de coaching? Kan je daar iets meer over vertellen qua wat we allemaal gedaan hebben? Ja, sowieso de één op één waren het fijnste, vond ik zelf. Want dan kan je gewoon in rust met elkaar praten en dan kan je alles vragen natuurlijk. En wat ik vooral heb geleerd is de methode, de technieken die je hanteert bij het opstarten van je business natuurlijk. En natuurlijk de tips en tricks, zeg maar. Dus wat het beste werkt in een kort mogelijke periode. En natuurlijk hoe ik de meeste conversie draai met natuurlijk daarbij de productomschrijving, productpagina, noem maar op. Wat natuurlijk cruciaal is als je wilt verkopen natuurlijk op Bol. Zeker man. En ja, wat nog meer, gewoon natuurlijk alles wat erbij hoort, het hele totale plaatje in principe. En het gaat ook per stap natuurlijk, want in het begin is het natuurlijk heel veel basics. En daarna ga je door naar het volgende. En dan zijn we nu bezig een beetje met ja, richting merk te gaan en andere marketplaces natuurlijk. Dus steeds een stapje hoger en dan leer je ook steeds meer dingen. En dan ja, Ja vooral man. dat eigenlijk. Ja, nu heb je je producten nog op voorraad liggen, toch? In ieder geval voor Ja. Bol. Gewoon thuis op voorraad nu. En volgende Ja. stap waarschijnlijk ook wel om fulfillment center uiteindelijk te doen. Ja, dat Super is wel gaaf. het doel binnen nu in een paar, ja, 1, 2 maanden zoiets. Nice man. En in hoeverre zou je het iemand anders aan te raden om te beginnen met e-com of te beginnen met mijn coaching bijvoorbeeld? Nou, ik wil het alleen aanraden als je er ook interesse in hebt natuurlijk. Want als je gewoon alleen geld wilt verdienen, maar je vindt het niet leuk, dan kan ik je best niet aanraden in principe. Want als je er echt plezier in hebt en je vindt het leuk om te doen, dan kan ik jou sowieso 100% aanraden. Want je moet er wel voor willen werken natuurlijk. Het komt niet zomaar aanwaaien. Het is niet dat je doet en je draait 10k in 1 maand natuurlijk. Je moet er wel werk van willen maken. En ja, dat vind ik natuurlijk de nummer 1 reden. Je moet het leuk vinden. En als je het leuk vindt, dan zou ik sowieso bij jou terecht willen komen. Want je ziet het bij iedereen in principe. Bij mij ook. Ja, je maakt gewoon omzet. Het lukt gewoon, het werkt. Dus. Zeker man. En je bent eigenlijk best wel op jonge leeftijd begonnen, ten opzichte van Ja. andere mensen die op latere leeftijd begonnen. Waarom wekt ja, online ondernemen jouw interesse, zeg maar, om met e-com bijvoorbeeld aan de slag te gaan? Ja, ik weet niet, het heeft me altijd al een beetje geïnteresseerd in ondernemen en zo. En ik heb ook gewoon op school dingen wat verkocht hier en daar. En je deed dus zulke dingetjes. En dat, zulke dingetjes weer daar af en toe. En ik was al op mijn 15 en 16 al bezig met bolbouw ook eigenlijk al. Dus heb ik echt video's naar video's gekeken. Maar je bent altijd bang om die eerste stap te zetten. Helemaal als je nog jong bent. Je hebt niet veel Zeker. geld. En dan twijfel je altijd of je een mentor wilt nemen. Weet je wel, van het kost wel veel geld en zo. Gaat het wel echt werken? Bla bla. Maar ja, uiteindelijk is ondernemen draait allemaal om de stap te nemen. Je moet het gewoon durven. Hè? En als je het durft, dan kom je er vaak wel met een goede mindset. Dus op een gegeven moment, op het 19e, toen zag ik jou voorbij komen. En ik dacht van, het is klaar met alleen maar speculeren en kijken en dit en dat. We gaan het nu gewoon proberen. En als het niet werkt, dan werkt het niet. En als het wel werkt, dan werkt het wel. Dus toen Ja. heb ik die stap ondernomen. En toen, ja, alleen maar goed. Zeker, want je hebt wel die stap genomen. En heel veel mensen die zitten altijd in die fase van, hey, ze nemen uiteindelijk nooit die stap, maar ze kijken wel alles. Ja. Dat hoor ik ook veel om me heen, dat mensen dan, ja, ik wil ondernemen, ik wil mijn eigen bedrijf, ik wil dit, ik wil dat. Maar dat zijn allemaal mensen die dan vooral, ja, meer praten uiteindelijk, weet je wel. En Ja, doen, ja. uiteindelijk draait ondernemen om het doen. En als je die stap durft te nemen, ook al gaat het een keer fout, heb je wel van geleerd natuurlijk. En dan kan je natuurlijk alleen maar, dan kom je alleen maar goed uit, zeg maar, beter uit dan er voorheen. En uiteindelijk, ja, het is nu goed gegaan. Ja, zeker man. En bijvoorbeeld dit jaar zou je er ook wel echt van kunnen gaan leven in de komende jaar of komende jaren. Dat je echt. Ja, dat is natuurlijk wel het doel. Ja. Zeker mogelijk, toch? Zeker met. Je hebt al gezien dat resultaten er kunnen zijn. Alleen moeten ze nu gewoon consistent komen. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook afhankelijk van een bolstore of die open is of dicht. Daarom is het misschien ook belangrijk dat je niet alleen afhankelijk bent van bol. En ook Amazon erbij neemt. Zodat je inkomstenbronnen alvast. Ja, tuurlijk. Daarom probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te spreiden natuurlijk. Niet alles op één paard te wedden. En je hebt natuurlijk nu Bol, Amazon, even natuurlijk nog wat extra's en zo. Maar ja, nu is alles weer open en we willen gewoon nu consistent sowieso richting die 10k het liefst. Ja, En man. vanaf daar doorgroeien. En ja, dat is natuurlijk het doel. Ja, goed om te horen, man. Had je verder nog andere dingen die je. Ja, die je wil vertellen over je eigen verhaal of over e-com of om het af te sluiten. Nou, het. In principe vind ik dat alles draait om durven en doen
En durf de fout te maken, want ook met alles is dat zo. Als je die fout niet durft te maken, ga je nooit beter worden. En ook als je echt merkt dat school is niks voor jou of andere dingen is niks voor jou, en ondernemen is wel iets voor jou, dan moet je die stap durven te nemen, vind ik. En ook al kan het fout gaan, dan gaat het maar fout, maar daar heb je wel van geleerd. Ja, En het man. gaat natuurlijk niet over bedragen van 10.000. Het gaat gewoon om een beetje een startbedrag om natuurlijk wel een beetje te beginnen. Het gaat natuurlijk niks komt aanwaaien in principe, dus je moet er wel voor willen werken. Je hebt wel eigenlijk minimaal 1.000 euro nodig om in principe normaal te kunnen beginnen Ja, met... als je goed wilt beginnen, dan wel. Je kan natuurlijk beginnen met wat is 5.000 of zo, maar je kan Ja, pas. proberen, maar de meeste mensen lukt dat niet. En in principe, als je echt goed wilt beginnen met een goede basis, dan is dat Ja. wel een bedrag eigenlijk. Ja, zeker. Je kan ook zeker wel 1.000 tot 1.000 euro gewoon letterlijk door vakken te vullen of wat voor baan dan ook, weet je wel. Zeker als je jong bent, Bijvoorbeeld. kan je echt wel een paar duizend euro bij elkaar rapen als je gewoon slim met je geld omgaat in ieder geval. Ja, als je het wil, kan het makkelijk. Ja. Oké, man, Luca, dan ga ik je bedanken voor dit gesprek en dan ja, zal ik hieronder nog een linkje zetten mochten mensen met jou willen connecten via Instagram. En Ja, dan tuurlijk. tot de volgende. Yes, alsjeblieft.